wat ga je straks aantreffen in de kleedkamer? Want jij bent degene die 3 van de 4 treffers hebt gescoord. ik denk een heel blij team. Ik denk een trots team die een hele goede wedstrijd heeft neergezet. En die na deze weekend zeg maar blij is wat we hebben neergezet. Ja, wat laten we even wel zijn. Jullie zijn nog maar vrij kort bezig met Oranje. Ja, we hebben de kwalificatie gehad. En als je dan kijkt naar het team wat er nu staat, zijn er ook best wel veel nieuwe namen. Dus je moet gewoon heel erg aan elkaar wennen. Je kent elkaar van de competitie. Maar vorig weekend waren we weer samen. Dan moet je kijken wat de chemie tussen de meiden en hoe het gaat. En dan moet je er nu wel staan. En dan vind ik het heel knap wat we nu hebben neergezet. Vrij snel de 1-0. Daarna was het af en toe fase dat het heel goed ging bij Oranje. En af en toe was het ook een beetje benauwd. Ja, ik denk dat het goed is dat we snel voorkomen. We krijgen ook nog vrij veel kansen die, waarvan ik vind, nou, die moeten er wel in. Ja, 3-0 had niet meer staan met de rust. Nee, zeker niet. En uiteindelijk maak je het jezelf heel erg lastig. En dan merk je, omdat hij niet valt, dat we heel erg onrustig gaan spelen. Dat de opbouw wat lastiger is en dat we hoe meer we op hun helft komen, dat de onrust ook wat meer heerst en we meer foutjes maken. En dan moet je gewoon oppassen dat je niet 1-1 tegen krijgt. Ja, en dan krijgen we na 4,5 minuten in de tweede bedrijf binnen een tijdsbestek van 11 seconden 2 treffers. En dan stralen jullie echt vertrouwen uit. Ja, maar dan sta je voor en dan ga je toch wat vrijer spelen. Dan is er ook wat minder druk, denk ik, om die goal tegen te krijgen. En je ziet ook dat ze ook veel minder op onze helft komen. Ja, en dan zie je toch dat allemaal wat makkelijker gaat. Nou, laten we even wel zijn, ondanks dat ze klein van stuk is, staat er wel eventjes een keepster op doel. Ja, Bianca is echt een fantastische keeper. Ze is echt van uitzonderlijke klasse. En ze is altijd het shine in de goal. Ja. Ja. En dat liet ze ook zien, maar ik zei het al, de hele ploeg speelde met vertrouwen in die tweede speelhelft. Dat wordt uiteindelijk dan bekroond met nog die 4e treffer, wederom weer van jouw pantoffel. Ja, het is lekker dat ik ze maak, maar om heel eerlijk te zijn speelden we, als ik kijk naar ons blokje, dat het ook best wel lekker ging. En ik krijg ze ook gewoon goed. Ja. Het is niet dat ik ze er zelf zo in kan leggen. Ja, maar je werkt er zelf ook voor. Ja, zeker. Maar het is ook fijn dat je ze... Ik zei het in de live-uitzending af en toe al, hup, de kont ging erin. Ja, dat is ook wel een beetje mijn kracht. Ja. Desalniettemin, een 4-0 overwinning, de 0 gehouden, een prima rapportcijfer denk ik, maar morgen op herhaling. Ja, ik denk dat we nu een goede generaal hebben ingezet. Ik denk dat we het vertrouwen nu mee moeten nemen en dat wat we nu willen laten zien, dat we dat vanaf minuut 1 gaan doen en dat we gelijk dat vertrouwen meenemen. Ook al loopt het even niet, dat we niet net zoals de eerste helft heel onrustig blijven en dat we wat we nu hebben gecreëerd, morgen moeten doorzetten en eigenlijk dat vertrouwen meer omzetten in goals denk ik. Ja. Belangrijk is nu om heel kort even het euforisch moment te hebben. Maar daarna meteen weer die focus op morgen en dus ook de lichamelijke verzorging. Ja, zeker. We mogen nu nog even blij zijn. En straks weer de koppen bij elkaar. Beelden terugkijken en kijken wat er goed ging. Maar vooral wat we mee kunnen nemen om morgen te gaan verbeteren. En dan morgen eigenlijk nog beter resultaten neerzetten. Marius, gefeliciteerd. Voor Tsjechië viel er weinig te halen hier in Sittard. Hoe bedoel je? Weinig te halen? Ja. Nou, ik vond het wel goed van ons om dat we goed gespeeld hebben. Dingen gedaan hebben die we afgesproken hebben. Meiden hebben georganiseerd gevoetbald. Veel combinaties gezocht. Verdedigend weinig kansen weggegeven. Ja, we worden toch wat slimmer en beter, denk ik. Daarom zeg ik ook, voor de Tsjechen viel er weinig te halen in Sittard. Ja, dat klopt. Ja, we geven zo weinig weg. Ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan. Ik vind het een keurige prestatie van iedereen. Waarbij de 1-0 ruststand eigenlijk nog een beetje pover was. Want het had best wel 3-0 kunnen zijn. Ja, dat denk ik ook. Qua kansen hebben we heel veel gecreëerd. Dus dat hebben we goed gedaan. En dan merk je toch altijd dat er bij ons een beetje spanning op komt te staan. En dan hebben we toch moeite om die goal te maken. En dan voel je een beetje van, ja, als we straks die goal tegenkrijgen, dat gevoel lijkt er dan wel in te sluipen. Maar goed, in de tweede helft ging dat vrij snel naar een goede voorsprong. Als je op 2-3-0 komt, dan zie je ook dat er vertrouwen komt en dat er nog meer kansen ontstaan. Toch vond ik in de eerste helft, en ik zei het in de live-uitzending ook al, dat Oranje met ballen speelde. Ja, dat klopt. We hebben heel veel kracht. Ja, we hebben natuurlijk ook, ja, ze willen ook echt. Je kan ook zien dat deze groep gewoon steeds meer wil en steeds meer voor ook wil winnen. En dat is wel heel belangrijk. Dat merk je ook op de trainingen. Alle trainingen, alle momenten dat ze trainen, een hoge intensiteit. Ja, dat is goed. Dat is waar we naartoe willen eigenlijk. Ja, waarbij in de nationale competitie al voldoende wordt gespeeld door de dames, maar het nationaal vrouwenteam eigenlijk nog maar kort geleden tot stand is gekomen. Ja, we zijn nu een jaartje bezig eigenlijk. Hè? En we hebben nog niet eens heel veel gedaan, maar we hebben wel een preliminary round gespeeld. Ja, dat was een beetje jammer. Tegen Zweden hadden we eigenlijk moeten winnen of gelijk moeten spelen. Dan hadden we... Kwam het niet te vroeg? Ja, het was wel vroeg. Maar goed, en we hebben nu ook wel
ja, weet je, je moet ook doorontwikkelen. Maar ja, dat weet je in de voetballerij, het kan te vroeg komen. Het is ook net het moment. We hadden daar een goede wedstrijd door. We speelden 2-1 met de rust. Maar die spanning blijft erop zitten bij ons. En dan merk je gewoon dat je toch dat stapje achteruit wordt gedaan. Ja. En we willen graag vooruit spelen. Ja. Vandaag niks aan het handje. Je zei het al, 1-0 bij de rust had meer kunnen zijn. Ja, en toen eigenlijk Oliveira en Van E, die in een tijdsbestek van 11 seconden 2 doelpunten maakten. Ja, nou ja, we hadden afgesproken dat we wat meer en beter gebruik moesten maken van de ruimte. We gingen ook anders even wat langer wachten in druk zetten. En als we de bal hadden, ja, dan moesten we wat langer rondspelen en eigenlijk dan op een gegeven moment de diepte gaan zoeken. Nou, dat ging uitstekend. Ja. En dus een uitstekende 4-0 overwinning geboekt en dan mag je morgen op herhaling. Ja, nou ja, dan gaan we natuurlijk voor de volgende overwinning. En vooral voor het ontwikkelen van ons spel, waar natuurlijk nog wel verbeteringen mogelijk zijn op sommige momenten. En dat zien we ook wel duidelijk. Dus ja, dat moeten we nog verder uitbreiden. Maar ik denk dat we op de goede weg zijn met dit team. En ook dat de spelers, want daar gaat het natuurlijk om, de speelsters er plezier in hebben en zin in hebben om dit te spelen. Ja, en om zoveel arbeid erin te steken. Tot slot, in de nationale competitie zie je zowel bij de vrouwen als bij de mannen dat coaches nog wel eens trakteren als de nul gehouden worden. Bestaat er bij jouw ploeg ook zo'n afspraak? Of anders gezegd, moet je de portemonnee trekken? Eigenlijk zou het wel moeten. Hè? Ik herken dat wel. Als de nul is, een blanco sheet zou je een grote taart moeten laten komen van de pakketbakker om daarvan te genieten. Maar laten we dat maar na de tweede dag doen. Hè, als die twee keer die nul houden, dan zou het wel sensationeel zijn. Een Limburgse fly zal er wel ingaan.